Welkom bij Iedereen kan haken. Eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar Iedereen kan haken. Het is zo leuk, de duimpjes omhoog, abonneren, zet die notificatiebel aan, zodat je ziet hoe ik iedere keer als ik een video upload, dat je dan de nieuwste video ziet. Die notificatiebel die zit meteen naast de knop abonneren en die kan je ook uitzetten. Je kan hem ook dat je iedere upload ziet wat je wil. Maar nu ga ik uitleggen hoe ik de afwerking gedaan heb van de omslagdoek. Ja, hoe maak je van een omslagdoek een vest? Zo heb ik het maar genoemd. Ik heb hier dus eerst een rij vaste gehaakt en die vaste, en als ik het een beetje uit elkaar trek, zie je, dan zie je dat ik bij elke opening gewoon een vaste heb gedaan aan de middenvoorkant, gewoon aan elke opening een vaste. En omdat het gewoon allemaal recht is, ja, haak je gewoon allemaal vaste in die openingen. Dus ik heb eerst een rij vaste gedaan en de tweede rij vaste, daar heb ik dus een knoopsgat gemaakt. En een knoopsgat, ja, dat is eigenlijk, ja, je zet een steekmarkeerder neer waar je dus je knoopsgat wil hebben, dan maak je drie losse en dan ga je weer verder met je vaste. Dus in die toer met vaste met het knoopsgat maak je, dus je gaat eerst die rij vaste weer op een vaste zetten, dan zet je drie losse en dan ga je, sla je 1, 2, 3 vaste over en dan ga je weer een vaste zetten. Dus zo heb ik het knoopsgat gemaakt. Maar dat ligt natuurlijk ook aan hoe groot je knopen zijn. Om je knopen heen moet het kunnen. Dan ga je de volgende toer, ga je gewoon met vaste en je zorgt dat je hier weer 3 vaste op hebt. En zo blijft je steekaantal gelijk en heb je toch een knoopsgat. Dan ga ik nu beginnen met de rand, stokje, 1 losse, stokje en je gaat meteen door naar de 1, 2, derde steek. Maar die doe ik even voor en dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! Ik ben begonnen in de hoek, eigenlijk aan de voorkant van het vest, maar ik vind het ook wel heel leuk om dit randje helemaal rond te haken. En dan zal ik je laten zien hoe ik begonnen ben. Ik ben begonnen in een hoek met 1, 2, 3 lossen. Toen heb ik deze en die steek overgeslagen en in de derde, daar heb ik een stokje gedaan. Kijk, even kijken of ik hem nog moet inzoomen. Dus een stokje, een losse en een stokje. Dan sla je 2 steken over en dan ga je weer vanuit dit stokje door en dan ga je in de derde steek een stokje, een losse, een stokje doen. Maar ik ben al natuurlijk al een eindje verder. Even kijken waar ik ben gebleven. Hier al, sorry hoor, ik moet eventjes het begin zoeken. Zie je? Dus je slaat iedere keer 1, 2 steken over, 1, 2 sla je over en dan maak je een stokje. Een losse en weer een stokje. Nou, ik vind deze niet zo mooi, dus ik ga even opnieuw beginnen. Dan ga je 2 steken overslaan. En je maakt weer een stokje, een losse
en weer in diezelfde opening een stokje. Even garen pakken en dan ga ik even door tot de hoek hier en dan moet ik even natuurlijk wel een steekmarkeerder pakken voor de hoek. Moment. Kijk. De hoek pak je die steekmarkeerder en hier zie ik dat ik 1, 2, 3 vaste in elke hoek heb gedaan. In de hoek, daar zet je je steekmarkeerder. Dus laten we weer 1, 2 steken over en in de derde een stokje, een losse, in dezelfde steek een stokje, 1, 2 overslaan, 1, lossen een stokje, 1, 2 overslaan en een stokje en lossen en een stokje en dan zijn we nu hier bij die hoek aangekomen, 1, 2 overslaan in de hoek, een stokje en lossen een stokje en nog een losse. En dan zet je in diezelfde, omdat het een hoek is, nog een stokje. Zie je? Dan is dit weer je hoek. En dan ga je weer gewoon 1, 2 steken overslaan. En je gaat weer verder met je sierrandje. Netjes in twee lusjes pakken. Zie je dat? En dan haal ik even de steekmarkeerder eruit. En als je weer wil weten waar je hoek is gebleven, dan zet je een steekmarkeerder in het middelste stokje. En zo maak je je sierrandje af en dan zie ik je dadelijk weer terug. Tot zo! En ik ben nu bijna bij de hoek, 1, 2 overslaan en ik zie dat ik even op het laatst 1 steek te veel heb, maar maakt eigenlijk niet echt uit. 1, 2 overslaan en in de derde een stokje en lossen. Stokje, je kan de video altijd langzamer zetten. Dan weer 2, 1, 2 overslaan, maar we komen bij de hoek, dus er zitten eigenlijk 3 steken tussen. Maar goed, dan pak ik toch die derde steek, want ik moet die steek in de hoek hebben. En ik zie dat die hier dus eigenlijk te weinig ruimte heeft, dus wat ik dan doe, ik heb het even uitgehaald, ik doe 1 losse tussen. Om die overgang van dat je die ene steek mist, dan pak ik die hoek, ik zet daar een stokje in en dan pak ik weer 1 losse en dan weer in de hoek een stokje, 1 losse en dan gaan we nu de toer sluiten van de sierrand in de 1, 2, derde steek.
Je haalt je draad op en je sluit hem met een halve vaste, dus door 2. Je pakt je schaar, knipt af en je trekt je draadje door. Als je helemaal klaar bent met je afwerking en je mooie afwerksteek, dan ga je knopen halen. En die knopen, deze heb ik gehaald in Rosmalen. En ik zal het linkje onder de video zetten, zodat je weet waar ik de knopen haal. Maar je meet gewoon goed je knoopsgat op. En anders neem je je omslagdoek vest. Neem je mee naar de winkel en ik zal nog eventjes het filmpje hiernaast zetten hoe ik zeg maar die omslagdoek en die band aan elkaar gezet heb, tenminste hoe dat het werkt met het ik zie hier eigenlijk nog een draadje, ja, hoe dat het werkt van van dat je van een omslagdoek een leuk vest kan haken. Dus ik zie je zo weer terug. Tot zo. De knopen zet je aan met een stopnaald met een botte punt. Ik doe altijd het draadje om het uiteinde doe ik voor de naald en dan draai ik een paar keer om de haaknaald of om de stopnaald heen, dan pak ik het vast en dan schuif ik dit overheen en dan heb je meteen een knoopje aan het einde. En dan ben ik benieuwd eigenlijk of mijn stopnaald erdoor past. Nee, dus ik moet daar met een andere naald gaan werken. En doordat ik geen naald kon vinden die hier doorheen ging, heb ik een gewone naald gepakt met een scherpe punt en heb ik een soort visgaren, en je kan het gewoon niet zien, maar ik heb visgaren gepakt en dan kan je inderdaad makkelijk met je naald door het knoopsgat en die naai je aan. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. Tot die 60 centimeter. Ik heb het even uitgetekend om te laten zien hoe je dus dadelijk de panden aan de omslagdoek haakt. Kijk, je hebt hier die omslagdoek, die is 40 centimeter lang en je hebt je banden, die zijn 60 centimeter lang. En 40 centimeter is 16 inch en 60 centimeter is 24 inch. Is dit je schouderlijn? En dit is het midden voor, dus je vest komt straks, gaat iets schuiner vallen, omdat deze lange zijde, dit puntje, dit komt helemaal aan de punt van de omslagdoek. Dus deze lange zijde, die maak je vast aan de omslagdoek met gewoon vaste. Je zet een vaste op de das en je zet hem vaste op de omslagdoek en zo krijg je dan die omslagdoekvest. Dus de lange zijde komt aan deze zijde en je moet een opening houden voor je armsgaten. En dat zie je als je hem aandoet en je met spelden zet je hem eraan vast. En dan ga je met je haaknaald zet je haakje de omslagdoek aan je banden. En het leukste is als je zelf deze omslagdoek klaar hebt, dat je de hashtag doet omslagdoek vest. Omslagdoek vest. Ik zou zeggen dankjewel voor het kijken, graag de duimpjes omhoog,
abonneren, hieronder op mijn foto klikken en ik zie je bij de volgende video weer terug. Tot ziens!